Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een gebroken productje, een gebroken blush of een gebroken oogschaduwtje terug kan repareren of heel maken. Dit is hetgeen dat ik ga laten zien aan jullie. Dit was mijn contourkleur. Deze was niet echt kapot, maar die was eigenlijk bijna op. En je had zo alleen maar een ring rond de buitenkant van je pannetje. En ik vind dat, ik zal even laten zien wat ik bedoel. Zoals dit hier. Dit is mijn vanille oogschaduw van MAC. En deze heeft het ook. Dit is Floef. En je ziet dat er eigenlijk alleen maar zo een kleine cirkel van product aan de buitenkant is. Voor oogschaduwtjes valt het nog mee en hier zit nog redelijk wat in. Maar bij mijn contourkleur was het echt zo'n heel dun randje. En ik vind dat dan zelf heel vervelend om aan het product te geraken, zeker met grotere borstels. Daarom dat ik die verkruimeld heb en opnieuw gemaakt heb. En dat ga ik jullie nu laten zien hoe je dat kan doen. Dus je hebt een productje dat eigenlijk gevallen is of kapot is gegaan. En er zitten nu nog een paar kleine brokjes in. Dus probeer die brokjes wat plat te maken. Dat je echt een poedertje krijgt. Als er nog stukjes die vastzitten aan de randjes, schraap die er dan ook even af. Dan heb je iets van alcohol nodig. Dit is gewoon 70% alcohol. Ik word ook wel gebruikt deze voor medische instrumentjes of andere dingen. Bijvoorbeeld mijn spateltje reinig ik hiermee en pincetjes en zo ook. Dus probeer een beetje alcohol te vinden. Deze komt van het kruidvat. Helemaal niet zo duur. Ik weet nu echt niet meer hoeveel dat het kost. Maar dus iets van alcohol dat je kan gebruiken hiervoor. En probeer heel voorzichtig te zijn, dat je niet te veel in één keer in het productje hebt. Als je een pipetje hebt of zo, kan je dat gebruiken, dat is nog gemakkelijker. Zo. En dan gaan we dat mengen. Hoe meer alcohol je gebruikt, hoe langer dat het zal moeten drogen voordat je het product terug kan gebruiken. Dus hoe minder alcohol, hoe korter het drogingsproces zal zijn. Als je geen spateltje hebt, kan je het ook met een mesje doen of de achterkant van een mes of lepel of iets dergelijks. Zolang dat je maar iets plat hebt, dat je gemakkelijk kan gebruiken. Dan ga ik, je ziet dat er hier nog wel wat ligt, dus dat ga ik ook even van mijn papier halen. Dus gewoon heel gemakkelijk je papier door middel vouwen. Zo. Zo, dit is het resultaat van wat je krijgt. Dit moet je nu laten drogen tot het volledig droog is. Als het volledig droog is, kan je het eigenlijk gewoon gaan gebruiken terug als gewoon productje. Wat ik ook nog graag doe, is even met mijn vinger erop gaan. Zodanig dat je het echt heel mooi plat krijgt. Ja, je gaat dan wel een beetje een vuile vinger krijgen, maar ach ja, daar kunnen we wel tegen. Zo, jullie hebben nu kunnen zien hoe dat je dat doet. Dus ik hoop dat het bij jullie even goed lukt. En veel succes en tot de volgende keer. Bye!